Als je niet beter zou weten, zou je denken dat Gijs de Bruin een heel normale jongen was. En dan zou dit verhaal hier misschien al geëindigd zijn. Er zijn zoveel normale en gewone kinderen op de wereld. Als je voor al die kinderen een verhaal zou moeten schrijven, dan was je als schrijver nog wel een tijdje bezig. Gijs had een heel gewoon gezicht, een doorsnee postuur en een alledaags kapsel. Hij droeg onopvallende kleren en had een gemiddelde schoenmaat. In feite kon je zeggen dat Gijs gewoon Gijs was. Niets meer en niets minder. Dat zou inderdaad zo zijn geweest als je geen rekening zou houden met de rest van zijn familie, want die was allesbehalve normaal. En ook het leven dat Gijs leidde was allesbehalve doorsnee. Om te beginnen zijn familie. Het lijkt me handig als ik je die even voorstel. Gijs' vader, Thomas de Bruin, is uitvinder. Het soort uitvinder dat de meest vreemde en bizarre uitvindingen doet. Daar ga je nog veel over lezen, over die uitvindingen. Ik kan je alvast wel een voorbeeld noemen, omdat je anders misschien niet gelooft hoe bizar ze zijn. Zo vond hij op een dag een paar pratende navigatieschoenen uit. Reuze handig! Je geeft de schoenen een gesproken instructie, bijvoorbeeld het snoepwinkeltje van meneer Glub op de hoek van de Dwarsstraat en het Sterrenplein, en dan, hup, beginnen de schoenen te lopen. Zomaar uit zichzelf brengen ze je waar je wezen moet. Nu niet meteen naar de schoenwinkel rennen, want ze zijn niet verkrijgbaar. Ze zijn nog niet helemaal uitontwikkeld. Soms krijgen de schoenen een onderling ruzie en kibbelen ze de hele weg. Ik zei dat we rechtsaf moeten gaan en dan het tweede steegje links. Niet dus, we moeten rechtdoor, derde lijntje naar rechts en dan de eerste weg links. Het gevolg van een dergelijke ruzie is dat de schoenen ieder een eigen weg gaan. De drager ervan komt in een onmogelijke spagaatstand te staan, terwijl onder hem de schoenen elkaar stijf vloeken en elkaar proberen te schoppen. Dan de moeder van Gijs, Lydia Lepel. Zij is schrijfster van kookboeken. Ze bedenkt allerlei recepten met de meest waanzinnige ingrediënten. Haar gestoomde kabeljauwwangetjes met chocolade truffelsaus zijn onovertroffen. Op het moment dat dit verhaal begint, is ze in onderhandeling met een televisieproducent die graag een kookprogramma met haar zou willen maken. De boeken van Lydia worden wereldwijd erg goed verkocht. Alleen de titel Lekkere recepten met vetplanten en boomschors loopt niet geweldig. Met de moeder van Gijs uit eten gaan is altijd een belevenis. Het duurt alleen al een uur voordat ze haar bestelling klaar heeft, want bij ieder gerecht stelt ze wel een vraag aan de ober. Is die forel gegaard in bronwater of in leidingwater? Daarna, als het eten dan eindelijk komt, ruikt ze uitgebreid aan het gerecht. Ze besnuffelt het aan alle kanten en neemt dan pas een hap, die ze luid smakkend, dan komt er veel lucht bij, dat is goed voor de smaak, proeft. Ze geeft erbij veel commentaar. Te zout, te veel peterselie, te gaar, wel gebakken in de juiste oliesoort. En dan komt het ergste. Dan roept ze de kok erbij en geeft hem ongevraagd advies.